Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag in het algemeen veel bewolking. Heel af en toe probeerde de zon het wel. Maar meestal lukte dat niet. In de loop van de middag zagen we vanuit het noordwesten een klein opklaringsgebiedje langzaam dichterbij komen. Nou, dat betekent dat vooral in het noordwesten er best nog een opklaring voor kan komen later op de dag. Maar we zien het tegelijkertijd ook wel een beetje dichtlopen met nieuwe bewolking. Dus of er veel van overblijft vanavond, dat is maar de vraag. Maar als het dus opklaart dan af en toe in het noordwesten van het land. Misschien nog een laatste buitje in het oosten. Maar veel plaatsen is het droog en het is een graad of. Vijf. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 of 4 graden. Er kan wat nevel, misschien een lokale mistbank ontstaan. En in het algemeen kijken we nog steeds tegen veel wolken aan. Ook morgen overdag vrij veel wolken, vooral in het oosten van het land, lokale lichte bui. In het westen is de kans op opklaring opklaringen iets groter, en dan zien we de zon dus misschien even schijnen. Het wordt 8 tot 10 graden, de wind waait uit het noorden tot noordwesten en is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. Woensdag nog steeds een noordelijke wind, wel meest droog en van tijd tot tijd de zon bij 7 tot 10 graden. Donderdag draait de wind naar het zuidwesten. Geleidelijk aan wordt de lucht wat onstabieler, de kans op een bui is er al wel, wel die niet heel groot is. Maar vooral in de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag kan het wel regenen. De temperaturen lopen wat makkelijker opkomen in de buurt van de 10 graden. Maar echt erbovenuit, dat is nog moeilijk. Maar dat zal in het Paasweekeinde toch voorzichtig aan wel gaan gebeuren. Temperaturen zo tussen de 10 en 14 graden. En als het een keer mee zit met wat opklaringen. Dan zouden we nog eens een keer in de buurt van de 15 graden kunnen komen. Later, na het paasweekende, zien we voorzichtig dat de temperatuur steeds verder omhoog kruipt. Maar het gaat allemaal heel traag. En om nou echt keihard al een 15 graden in de verwachting te gaan zetten, dat wordt ook voor de periode na de paasdagen toch echt nog eventjes een, een moeilijke zaak. Ik ben Marco Verhoef, van Weerplaza.nl.